Lieve mensen, ik ben heel erg blij dat jullie allemaal zijn gekomen. Maar ik sta voor een microfoon, maar... Staat niet aan. Ja, moet je dat ook. Ja, ik heb het boek geschreven. En ik ben ontzettend blij dat ik dat boek nu af heb. Want ik heb 3 jaar lang daar hard aan gewerkt. Het was een enerverende tijd, want aan de ene kant vond ik het afschuwelijk om al die spionnenberichten te moeten lezen. Dat die allemaal schreven over ons, mag ik wel zeggen. Want ik zie dat jullie eigenlijk voor een groot deel zijn jullie personages uit dit boek. Dus jullie komen erin voor. Ja. En, aan de andere kant. De AIVD was. Aan de andere kant heb ik ook gerollenbold van de lach. Want ja, zij maakte karikaturen van ons en, mag ik wel zeggen, van mij in het bijzonder. Ja, dus ik heb 3 jaar lang daar erg hard aan gewerkt, nachten van wakker gelegen, processen gevoerd. En het begon ermee dat ik wel eens wilde weten hoe mijn leven nu eigenlijk in elkaar had gezet vroeger. Want er waren dingen gebeurd in mijn leven die ik niet helemaal begreep. Dus ik had een bepaalde visie en ik had altijd geleefd in de overtuiging dat mijn visie wel ongeveer klopte met de feiten. Maar wat gebeurde, ik vroeg mij dus af, ja, hoe kan het nu eigenlijk dat ik samen met Hans, die hier ook aanwezig is, kort voor mijn eindexamen van school ben gestuurd met een, ja, toch een beetje een rare reden, namelijk dat ik een demonstratie tegen de atoombom organiseerde. En ja, het was weliswaar zo, Hans en ik zijn op de brommer naar Amsterdam toen getogen, spijbelend, om hier ook een demonstratie tegen de atoombom te doen houden. Die is ook gebeurd in de Heilige Weg, 1961. Maar ja, toch, om nou daar iemand ineens voor van school te sturen, ik wist het niet helemaal. Er was nog iets anders vreemds gebeurd. Ik was opgeroepen voor de militaire dienst. Ik ging naar de kazerne. En al bij de poort stond een man en die zei, oh, ben jij Roel van Duin? Ruk dan maar meteen in, je hoeft niet gekeurd te worden, want jou hoeven we niet. En ik vroeg, ja, hoezo, ik ben toch opgeroepen? En hij zei, ja, maar je bent één zak ellende. En ik vroeg, ja, maar hoe bedoelt u dat? En hij zei, nou, zoek dat maar eens zelf uit. En dat heb ik dus de laatste jaren gedaan, ik ben het gaan uitzoeken. Waarom dat allemaal zich heeft afgespeeld.